Je weet vast wel hoe je van een Pantone-kleur een CMYK-kleur maakt. Maar hoe doe je dat eigenlijk andersom? Ik heb hier een ontwerp waarbij de rode kleur is opgebouwd uit cyaan, magenta, geel en zwart. Je ziet hier cyaan 0, magenta 100, geel 100, zwart 0. En ik wil de dichtstbijzijnde Pantone-kleur vinden. Daarvoor gebruik ik het palet Kleurengids in het venstermenu. Kleurengids, in het Engels Color Guide. Voor de duidelijkheid maak ik het palet even los. Ik kies nu linksonder in het palet Kleurenboeken, Pantone Solid Coated. En Illustrator zoekt nu voor mij de aantal Pantone-kleuren op die daar dichtbij liggen. Je ziet hier een serie staan. Door nu op deze kleurstaal te klikken, is de kleur omgezet naar de Pantone-kleur. Om dat te controleren, kijken we in het kleurpalet en we zien daar dat Illustrator Pantone 185C heeft uitgekozen. En aan het witte driehoekje met het stipje zie je dat het hier om een Pantone-kleur gaat. En zo zie je dus dat je van heel makkelijk van een CMYK-kleur, maar dat geldt ook voor een RGB-kleur, naar een Pantone-kleur kunt gaan.